De voorzitter van Stichting 1 voor 12, de heer Vismalen, bracht ook een bezoek aan het gezin van mevrouw Ratna Kumari Rampersad aan de Leisweg om haar donatiespullen te overhandigen, afkomstig van mevrouw Ilse Burke. Voorzitter Vismalen gaat op locatie dieper in details over deze overdracht. Kijk, daar luistert u maar mee. We zijn wederom bij mevrouw Ratna op bezoek. We hebben een bed voor haar gebracht, compleet met matras, een pakketje en een envelop dat wij hebben gekregen van mevrouw Ilse Burke. U weet, mevrouw Ilse Burke is de motor achter dit alles. Zij heeft maandelijks de nutsvoorzieningen die zij betaalt door tussenkomst van 1 voor 12 en helpt ook vaak. Mevrouw Ilse Burke heeft zelf een broskotten gekocht. Mevrouw Ilse zegt van, we gaan Ratna een hengel geven. Mevrouw Ratna, ik kies een hengel om mijn money mee te kiepen. Ik kies nog een oude dat ik me kan gaan. Ik was bezig hier schoon te maken. En nu de familie op olie, op reskompus, alleen ik kon alle die bijna. Met jouw jerrycan en olie, zo dan een jerrycan? Maar dat heb ik gebruikt om het schoon te maken. Daardoor is je agressie nog, dus heb ik je morgen. Agressie, maar agressie op ching. Bijna mijn is je nog aan veranderen. Maar goed, moet je op ching envelop bakken voor mevrouw Ilse. Ik hoop dat ik kan gebruiken een boom. Ik kies een nieuwe bedi, nangwang, sierta matrasi. Ik hoop dat ik liep dat gideon dagwaan meshi. Dagwaan gelijk, je hoort een heel honde feest ja nu. Nee. Maar zo mijn dagu. Nou, na drie dagu no mama hab no. Alleen drie dagu kon de dag ba. Alleen de dagu is direct van de dagu zelf no man manja zo moro. Maar mevrouw Ratna, mi hoop dat garo sariu, luku yu en mek. Maar instantie op voor kan begeleiden aan mevrouw die zie. Ik praat en zeg dit vanuit mijn hart dat mevrouw Ratna en kinderen echt een begeleiding nodig hebben. Het gaat niet goed in mijn ogen hoor. Omdat als ik honden, poezen, alles in huis ziet rennen met een baby. Hoe oud is je baby? Ze is 2 jaartjes oud. 2 jaartjes oud en haar man gezond. We kijken ernaar uit. Helpt u mevrouw Ratna. Want het kost een vrouw, maar je pa vrouw. Voor ik kan krijgen wat trappen gemorrel. Wat voor zoeken als het kan. Ik heb die kaart, de dokterskaart. Van Akas pas gehad. Maar door domheid van me, of wat moet ik zeggen, ik weet het niet, heb ik die kaart van hem verlies. Hij heeft hem handen gebroken. Hij heeft wel gips gehad van de dokter. Hoe oud is hij? Hij is 7 jaar. Hij heeft pijn op baldaden. Ik ga dit voor u doorspelen met de SZF, dat hij het gelijk krijgt, ja? Dank je wel. Ik ga maandag dat voor u in orde maken, ja? Dank je wel, nog bedankt. En dankjewel voor al die mensen die me hebben geholpen. Dank. Mevrouw Ilse Burke, naar moeder, bakken alles aan die abedina, want dat doen natuurlijk. Meester Feigo, money neem ik je? Ik probeer. Want ik ga straks. Straks ga ik aan de overkant ga ik straks werken. Olie de alles aan die, dus je. Mika, kan je qua money tamara? Ik kan komen halen. Want ik ga je wel verrassen. Je gaat me verrassen? Ik ga je wel verrassen. Ik kijk er naar uit. Want ik weet dat jullie helpt mijn moeder en ons. En ik vind het wel goed dat jullie ons helpen met de Heer van de Genade. En dat ik wil ook zelfstandig staan. Je hebt al een zelfstandige motor. Ja, ik kan make money. Let's say je een beer per jaar zo. Ga praten met meneer Wijngaard. Kan ik hier niet voor je gaan broodskotteren. Hij gaat je nemen. Oh, make you for die money. Heb je hem gevraagd? Nee, ik had hem al gevraagd om te werken. Maar die mannen daar zo willen me niet meer nemen. Maar je bent beter dan, want je hebt nu een broskotter. Dit is een broskotter. En je hebt een dure broskotter bij. Ja, maar omdat ik het goed vind van jullie, omdat jullie ons helpen. Mevrouw Ratna, ik zeg nou, ik zeg wat? Hij heeft wel werk gehad, maar niet hier in de stad, het is boven Suriname.
Want als ik kon ik een trouwekje. Ik had een kop boven Suriname of ik een broodskotter. En want die mensen willen bezig zijn om te bouwen. Dan gaat hij dingen broodskotteren en helpen fundering. Dat kan je hebben, mevrouw. Dat is niet. Maar van hoe dat is het? Ja, voor mij is het goed. Nee, hoor, dat 22 jaar. Dus voor mij is het beter.